148 stemmen die Boris Johnson weg wilden hebben. En 211 die zei die hij mag blijven. Of hij, moet ik zeggen, hij mag nog even blijven. Ik denk dat je moet zeggen, hij mag nog even blijven. Dit betekent dat Boris Johnson echt aangeschoten wild is. Dit is een enorm slecht resultaat voor hem. 41% van zijn eigen conservatieve parlementariërs heeft dus geen vertrouwen meer in hem. En dus ja, kun je wel zeggen dat de partijdiscipline volledig weg is. En als er 148 parlementariërs tegen jou stemmen, dan is het heel goed mogelijk dat er bijvoorbeeld ook staatssecretarissen of zelfs ministers tegen jou gestemd hebben. Nou, dat hebben ze natuurlijk niet publiek gezegd, maar dat is ook heel goed mogelijk. En daardoor ja, denk ik dat we de komende maanden, komen er nog veel meer obstakels aan. Er komen nog tussentijdse verkiezingen aan. Er loopt nog een onderzoek naar Boris Johnson over Partygate, of hij wel of niet het parlement misleid heeft. Dat komt er allemaal nog aan. En ondertussen heeft hij dus een partij die hem eigenlijk niet meer steunt.